dat wij Kjeld Vinks, hij zit daar, van To17 bereid hebben gevonden om na afloop van deze persconferentie samen met de Jonkers en de Huis en de Luchtvaart technische vragen te laten beantwoorden over de actualisatie van de MER. Dus dat is na afloop. Wat betreft het programma zal de minister zo een toelichting geven op de brief die zij verstuurd heeft naar de Kamer. Daarnaast zal de heer Van Atema van de LVNL een korte presentatie geven over de verbeterde routes. Eventuele vragen is na afloop ruimte technische vragen. Maar dat zal niet tijdens het plenaire deel zijn. Voor de heer Van Atema wel voor de minister. Ik zal daarna uw vragen beantwoorden. En dat kan vanzelfsprekend plenaire. En dat kan ook veel langer. Daarnaast, prima. Dan stel ik voor dat we gaan beginnen en ik geef het veel plezier voor aan minister Prima. Ja, ik ben blij dat ik hier vandaag te woord kan staan, want ik voel me de afgelopen tijd een beetje een soort testdeels met de tekst Even Geduld AUB eronder. Ik heb aan het begin gezegd. Toen ik minister werd, zag ik natuurlijk meteen dat dit een stevige klus was die op mijn bordje lag. In de zomer al voor mijn aantreden waren inwoners in een aantal provincies onaangenaam verrast. Doordat er routes boven hen bleken te liggen waar ze niet op voorbereid waren. Ze voelden zich overvallen. Toen bleek ook nog dat er fouten zaten in de MER. En dat alles heeft natuurlijk voor gezorgd dat er ontzettend veel wantrouwen en ongerustheid is ontstaan bij heel veel mensen op dit dossier. En dat vind ik ook heel erg begrijpelijk. En daarom heb ik van begin af aan gezegd dat ik zorgvuldigheid voorop stel. En dat we echt het proces beter willen gaan doen. Mensen er beter bij willen betrekken. En waar het vertrouwen geschonden is, wil ik proberen om dat stap voor stap weer terug te winnen. Ik heb ook steeds gezegd dat ik me realiseer dat dat niet op heel korte termijn te realiseren is. In reactie op die gebrekkige communicatie in de zomer zijn we alsnog met mensen in gesprek gegaan om van hen zelf te horen waar nou precies hun zorgen zitten. In september en oktober zijn er in de regio informatiebijeenkomsten voor bewoners geweest. En mijn voorganger heeft al een internetconsultatie uitgeschreven waarbij ook het brede publiek naast de luchtruimgebruikers hun mening konden geven. Ik heb zelf ook al veel gesprekken gevoerd met lokale en regionale bestuurders, met bewoners en ondernemers, zowel hier op het ministerie, maar ook in de regio. Ik heb een bewonersdelegatie onder leiding van de heer Ter Kuilen om advies gevraagd, zowel over het luchtvaartbeleid als over de aansluitroutes en ook natuurlijk hun oordeel over de actualisatie van de milieueffectrapportage. U zult hun rapport straks ook in de bijlagen aantreffen. En daar hebben we ontzettend veel aan gehad. Ik heb ook al, toen zij vorige week vrijdag het rapport hier aan mij kwamen aanbieden aan de bewonersdelegatie, die toen eigenlijk met een hele grote club hier aanwezig waren, en uitdrukkelijk bedankt, want het gaat natuurlijk allemaal om mensen waar het niet het dagelijks werk voor is, die dat gewoon in hun vrije tijd, die daar heel veel uren in hebben zitten om ons echt van goed advies te voorzien. Dus bij deze wil ik ook die mensen, want ik heb begrepen dat de heer Ter Kuilen vanochtend hier niet aanwezig kon zijn. Maar ik wil hen op deze manier ook toch nog een keer Antenne Publiek bedanken voor al hun inspanningen en tijd. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle bestuurders die ik in de afgelopen periode hierover gesproken heb. Die zich daar ook echt voor ingezet hebben. We hebben er ook veel aan gehad. Er zijn heel veel reacties binnengekomen en die hebben ook tot nieuwe inzichten geleid. Inzichten die we anders niet hadden gehad. En het is natuurlijk nu aan mij om al die belangen ook af te wegen. Mensen willen veilig en rustig kunnen wonen, maar mensen willen ook steeds meer vliegen. En voor mij is, ik zei net ook al, die zorgvuldigheid is van begin af aan het kernpunt. Want ik wil werken aan herstel van vertrouwen. Dus ik ben ook blij dat ik kan melden dat de vliegroutes die we vandaag presenteren beter zijn dan die van afgelopen juni. Beter in de zin dat er minder mensen geluidsoverlast zullen ervaren. Het volledige overzicht van die verbeteringen, dat gaat u aantreffen ook in de Kamerbrief die ik vandaag verstuur.
En ik wil ook nog melden, ik realiseer me terdege natuurlijk dat we niet aan ieders wensen tegemoet kunnen komen. Maar wat er nu ligt is voor nu het optimale resultaat. Dus ik neem daarnaast ook extra maatregelen zodat het klip en klaar is hoeveel er in de toekomst vanaf Lelystad Airport zal worden gevlogen. Voor de korte termijn, en dat betekent dan tot de herindeling van het luchtruim in 2023, leggen we vast dat er niet meer dan 10.000 starts en landingen per jaar zijn. En voor de lange termijn leggen we bovendien vast dat er niet meer dan 45.000 vliegbewegingen per jaar zullen zijn. En die komen er alleen als de nieuwe vliegroutes hoger liggen. Dus een harde voorwaarde bij de herindeling van het luchtruim. Ik wil u ook op het hart drukken dat wij ook echt leren van de ervaringen die we in de afgelopen tijd hebben meegemaakt. En het simpele feit dat we nu betere routes hebben dan dat we aanvankelijk in juni hadden, sterkt mij er ook echt in dat het betrekken van iedereen er ook voor zorgt dat je een beter resultaat krijgt met minder hinder. En dat betekent ook dat we, als we het hebben over het proces van de herindeling van het luchtruim, waar we dus in 2023 mee klaar moeten zijn, maar ook bij het opstellen van het nieuwe luchtvaartbeleid in de luchtvaartnota 2020-2040, dat we dat op een andere manier gaan doen dan tot nu toe. Dus we houden alle procedures voor hoe we mensen erbij betrekken, die houden we tegen het licht. We gaan het echt samen doen. En dan gaat het natuurlijk over de opening. Dus het is helder waar we dit allemaal voor doen. Het gaat om onze Mainport Schiphol, die belangrijk is voor onze positie in de wereld en onze welvaart, om die, de overlast daarvan, om daar te kunnen zorgen dat er een overloopmogelijkheid voor is. Want u weet allemaal dat Schiphol al aan de grenzen van de groei zit. De 500.000 vluchten zijn op een haar na gehaald. Ik denk ook dat iedereen het herkent. We nemen met z'n allen steeds vaker het vliegtuig. Zowel voor privé als voor werk. Dus de behoefte aan vliegen blijft alleen maar groeien. Lelystad Airport is bedoeld om vluchten over te nemen, zodat Schiphol zich kan richten op de zakelijke en intercontinentale vluchten waar we met z'n allen zoveel behoefte aan hebben en waar we ook zoveel profijt van hebben. Voor Schiphol is Lelystad er liever gisteren dan vandaag. En zeker liever vandaag ook dan morgen. Maar ik heb ook gezegd, ik laat me niet opjagen en ook niet afremmen. Ik zit op deze plek om alle belangen goed af te wegen. Die van Schiphol en de banen die internationale bedrijven met zich meebrengen. Die van alle Nederlanders die graag op vakantie willen of voor het werk willen vliegen. Die van Lelystad en de economie van Flevoland. En die van de bewoners en natuurgebieden onder de aanvliegroutes. En het is duidelijk dat we voor de opening van Lelystad Airport nog een aantal belangrijke stappen zullen moeten nemen. Ik zal ze niet allemaal noemen, ze staan wel allemaal in de Kamerbrief beschreven. Maar u moet in ieder geval denken aan het advies van de Onafhankelijke Commissie voor de Mer dat we nu gaan vragen. En waarvan ik ook kan zeggen dat we dat zullen volgen. De Europese goedkeuring van het selectiviteitsbeleid dat de uitplaatsen van vluchten naar Lelystad moet regelen. De procedure voor het gewijzigde luchthavenbesluit, wat dan langs de Tweede, Eerste Kamer gaat en daarna ook nog naar de Raad van State. Dat zijn zo een aantal hoofdelementen van de stappen die we nog moeten gaan zetten. En als je dan kijkt waar je dan uitkomt, dan moet je constateren dat je met maximale druk de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 wellicht nog mogelijk zou zijn. Maar ik vind dat niet verantwoord. Ik ga dat niet doen. Ik vind dat we zorgvuldigheid hier ook echt voorrang moeten geven. Dus voor mij bepaalt zorgvuldigheid het tempo en niet andersom. En als je dan kijkt dat je al deze stappen zorgvuldig wil doen, dan is 1 april 2019 niet realistisch en is het realistischer om uit te gaan van 2020. Ik denk dat het nu een goed moment is om de heer Jurgen van Avermaten van de Luchtverkeersleiding Nederland naar voren te vragen om een toelichting te geven op de keuzes die we nu hebben gemaakt voor de tijdelijke aansluitroutes voor Lelystad Airport. En dan kunnen we daarna de vragen beantwoorden. Dank u wel. Ja, goedemorgen. Ik ben blij dat ik u vanochtend de verbeteringen in de tijdelijke aansluitroutes kan presenteren. Zoals Luchtverkeersleiding Nederland die samen met de Koninklijke Luchtmacht in de afgelopen maanden heeft ontworpen.
En u kent de context daarbij, de minister noemde dat ook al. In een complex luchtruim met Schiphol, die zeker in de zomermaanden de drukste luchthaven van Europa is. En terwijl er ook nog een heleboel militaire oefengebieden en militaire missie-effectiviteit op het spel staat. We zijn met de aansluitroutes zoals die voorliggen niet met een blanco vel papier gestart. Maar er is in 2014, zoals u weet, is een routes vastgesteld dicht bij de luchthaven, de nadering en de vertrek, de zogeheten B+. Op het scherm staat de overzichtskaart die, zoals u waarschijnlijk weet, altijd in twee versies komt. Afhankelijk van de windrichting met name starten we in zuidwestelijke richting of in noordoostelijke richting. En die B+, die in 2014 is afgesproken, die heeft twee ingangen en twee uitgangen. En dat zijn voor het maken van de aansluitroutes vaste punten geweest waarop wij verder gebouwd hebben. De uitgangspunten daarbij die zijn steeds duidelijk geweest. Geen interferentie met Schiphol-verkeer, want we doen het tenslotte om luchthaven Schiphol te ontlasten. Behoud van militaire missie-effectiviteit op het oude land op tenminste 6000 voet vliegen en op tenminste 3000 voet over Natura 2000 gebieden. De aansluitingen die wij gemaakt hebben is naar alle vijf de sectoren die wij hebben, omdat je die luchthaven in voor alle bestemmingen wil ontsluiten. En we spreken over tijdelijke aansluitroutes, omdat, zoals u weet, wij denken dat we met deze routes in dit luchtruim tot maximaal 10.000 bewegingen op jaarbasis zullen kunnen werken. Nou, dan wat er afgelopen maanden veel inputs geweest, veel werk verzet. Kwalitatief goede input. We hebben een aantal voorstellen ook meteen kunnen overnemen. Een aantal ook niet uiteraard. En er ligt nog wat in het mandje. Er zaten een aantal kwalitatief goede voorstellen in die zeker bruikbaar zijn. Niet op dit moment in dit luchtruim, maar wel bij de herindeling van het luchtruim. Ik presenteer u zo meteen de voornaamste wijzigingen. Er zijn er meer, die wat meer van technische aard zijn, die met name ook belangrijk zijn voor de kleine luchtvaart, die ook gebruik maakt van dat gebied en van de luchthaven Lelystad. Laatste opmerking. U kijkt steeds naar lijntjes op een kaart en aan die lijntjes zitten hoogtes vast. En daar is natuurlijk heel veel om te doen. In de praktijk is het zo dat de hoogtes die op die routes aangegeven staan, dat die vaak hoger zullen zijn dan dat we op de kaart zien. En dat is omdat wij de routes conservatief moeten ontwerpen. Die moeten passen binnen het luchtruim en de verantwoordelijkheidsgebieden van de verschillende verkeersleiders die actief zijn. Maar in de praktijk is het zowel voor de vlieger als de verkeersleider een groot goed als er sneller geklommen wordt. En dat zal in de praktijk dus ook heel vaak gebeuren. Zodra er ruimte is, coördineren verkeersleiders en is dat toestel eigenlijk veel hoger dan wat je op de kaart ziet. En dat leidt uiteraard tot efficiënter vliegen voor de cockpit en op de grond tot minder hinder. Dan gaan we naar de routes toe. En dat wil ik doen door u mee te nemen door de gebieden, beginnend bij de luchthaven. We hebben bij vertrek in zuidwestelijke richting, dus dan starten we richting Almere, draaien we de bocht langs Zeewolde, is het ons gelukt om bij Biddinghuizen het toestel eerder te laten klimmen. En het effect daarvan is dat we Biddinghuizen hoger zullen overvliegen. Dat scheelt zo'n 450 meter. Een tweede aanpassing in dit binnengebied is de aanpassing bij Zwolle, Stadshagen. Daar was voorzien dat in uitzonderlijke situaties, als er gelijktijdig binnenkomend en te vertrekkend verkeer was op de luchthaven, dat het toestel wat bij langs Zwolle het veld nadert, dat zou naar 3000 voet toe moeten. Het is ons gelukt om hier een andere ontwerpkeuze te maken, waarbij dat binnenkomende toestel op tenminste 5000 voet of 1500 meter kan blijven. Dus dat betekent dat we bij Stadshagen nu altijd
tenminste 600 meter hoger zullen vliegen. Dat lukt ons omdat we met koersinstructies het vertrekkende vliegtuig om de binnenkomende toestel heen kunnen leiden. Gaan we iets verder weg van de luchthaven, dan springt er één aanpassing uit. En dat is een onderwerp waar we heel veel reacties en vragen over gekregen hebben. Er waren in het oorspronkelijke ontwerp twee wachtgebieden voorzien. Eén bij Lemelerveld, bij de ingang, en één bij Steenwijkerland. En die lagen op 6000 voet, zo'n 1800 meter. Nou, we hebben daar veel aan gepuzzeld om te kijken of we die wachtgebieden iets konden draaien, iets verschuiven. En we hebben uiteindelijk geconcludeerd dat we naar een andere oplossing toe moeten die veel beter is. We gaan één wachtgebied neerleggen. En dat wachtgebied gaat 3000 voet omhoog, ofwel 900 meter hoger. Komt dan wel op een andere plaats te liggen, zoals u op de kaart ziet. Verder zijn in dit gebied nog wat andere wijzigingen zichtbaar. Bij Heerde en Oene is de route verlicht, zodat hij niet langer over de woonkernen leidt. Bij Lemelerveld, dat is dus een ingangspunt waar voorheen dat wachtgebied lag, daar moest het toestel op 1800 meter zich melden. Daar kunnen we de toestellen die vanaf de Duitse grens komen, kunnen we op een later moment accepteren dat zij die 1800 meter bereiken. Dat zal pas bij Zwolle zijn. En daarmee ontstaat vanaf de Duitse grens naar de luchthaven toe eigenlijk een glijvlucht, waarbij het vliegtuig zelf zijn optimale daalprofiel kiest. En als we in zuidwestelijke richting vliegen, dan kan het toestel die glijvlucht tot op de baan zelfs volhouden. Wat we nog in onderzoek hebben is de specifieke situatie bij Wezep. En daar hebben we afgesproken dat we in overleg met de betrokken gemeentes naar een optimalisatie gaan zoeken binnen de experimenteerruimte die daar aan de alderstafel voor bedacht is. Ook in dit gebied een wat lastiger onderwerp, dat is het vliegveld Teuge. Daar heeft u veel over gehoord. Ondanks alle inspanningen met de luchthaven, met de parachutisten zelf, hebben wij voor het springen op Teuge geen definitieve oplossing. Maar we kunnen wel perspectief bieden aan de club om in ieder geval tot die herindeling duidelijk is ruimte te maken in de verkeersluwe periode van Lelystad. En tegelijkertijd kijken wij naar het hoger laten springen tussen het Schipholverkeer. Tussen de blokken van het Schipholverkeer. Dan gaan we naar de noordkant. Daar opnieuw twee routes die verlegd zijn, zodat we niet langer over Lemmer, de bebouwde kom van Lemmer, hoeven te vliegen. En de bocht bij de Weerribben is verruimd, zodat we daar het natuurgebied wat vaker kunnen ontzien. En aan deze kant moet ik erbij vertellen dat wij een aantal verbetervoorstellen voor de routes vanuit Noord-Holland naar Friesland-Overijssel. Daar hebben wij in onze papieren beoordeling gezegd dat past niet. Maar we hebben wel toegezegd om in de simulatie, dat is de stap die na dit besluit volgt, dat we in die simulatie gaan kijken of we met die routes nog wat kunnen doen. Dus ten aanzien van Noord-Holland-Friesland volgt nog een uitslag. Een ander bijzonder punt is de situatie bij Ede. Daar liep de oorspronkelijke route over de bebouwde kom van Ede-Bennekom. En daar hebben we lang op gepuzzeld, want hoe je die lijn trekt. En voor alle duidelijkheid, hier wordt op 9000 voet gevlogen. Het toestel zit daar dus al behoorlijk hoog. Op die hoogte vlieg je eigenlijk rechte lijnen. Toch hebben we geprobeerd om die route weg te halen boven Ede-Bennekom. Nou, we zien daar de mogelijkheid door dus in het buitengebied tussen Wageningen en Renkum die route neer te leggen door het vliegtuig twee extra bochtjes daar op te dragen. Dit is een ontwerp wat we gemaakt hebben. Dit moet gevalideerd in het vervolg van het traject, maar we zijn wel optimistisch dat dit gaat lukken. En dat zijn eigenlijk de voornaamste wijzigingen
die uit de consultatie gekomen zijn die wij kunnen accommoderen. Hoe gaan wij verder? Ik noemde de simulatie. Wij gaan al deze routes toetsen in simulaties met onze verkeersleiders. We gaan de routes in een zogenaamde flight validation testen op vliegbaarheid. Wij schrijven dan een safety case die we aanbieden aan de toezichthouder. En die doen daar vervolgens een uitspraak over of zij ons voorstel accepteren. Uit elk van die stappen zou in theorie weer een wijziging kunnen komen. Maar wij zijn vol vertrouwen dat die wijzigingen dermate klein zullen zijn. Dat dat slechts correcties zijn die de doorlooptijd van het routeontwerp en de realisatie van de routes niet zullen beïnvloeden. Dat zijn de wijzigingen. Dank u wel. Dan nog eventuele vragen te beantwoorden. DOI, Edwin van der Haal, Algemeen Dagblad. Mevrouw van Nieuwenhuizen, de baas van Schiphol heeft gezegd dat als de opening van Lelystad wordt uitgesteld, dat hij verder wil groeien op Schiphol. Wat is uw reactie daarop? Nou, daar staan uitspraken over in het regeerakkoord dat tot 2020 500.000 vluchten de cap is. En dat daarna volgens de 50-50 verdeling die groei gerealiseerd zal moeten worden. Dus nu dit opgeschoven is, bent u niet van plan dat te herzien? Nee, de afspraak staat gewoon. Ja. De afspraak staat. Ja. Mark Duursma, in de daar, twee vragen. Eén over de routes. Ja. Prachtig dat er allemaal verbeteringen natuurlijk zijn gerealiseerd. Toch verbaast het, omdat je dan denkt van, waarom was dat in eerste instantie mogelijk? Pas onder druk van alle bewoners blijken er nu toch wel degelijk allerlei verbeteringen haalbaar. Lange tijd is volgehouden van, dit is het, hier moeten we het mee doen. Hoe kan dat, die wijziging? Tweede vraag gaat over de veiligheid van Schiphol. Zometeen debatteert de Kamer over het OVV-rapport van vorig jaar. Net gisteren verscheen er een NLR-rapport waarin staat dat beperkte groei mogelijk is. Is dat toeval dat dat rapport nu net verschijnt? Nou, zal ik met het laatste maar meteen beginnen? Ja, dat is toeval. Want dat rapport is vorige week, of de 13 februari geloof ik, uit mijn hoofd is het op het ministerie goedgekeurd binnengekomen. Ik zag dat er al wat verwarring was op Twitter, dat mensen dachten dat het al een maand eerder was goedgekeurd. Maar dat was intern bij NLR. Maar we hebben ook nog twee reviews laten doen door twee hoogleraren, de heren Hoekstra en Hudson. Dat hebben ze gedaan, aangeleverd bij NLR. Die hebben dat ook weer verwerkt en uiteindelijk hebben wij dat vorige week gekregen. En ik doe niet aan timing op het moment dat ik het op mijn bureau krijg en het is klaar. Dan gaat het naar de Kamer. En dit is toevallig net voordat een dag voor dat debat. Maar de Kamer krijgt nog uitgebreide kans. Ze hoeven echt niet vanmiddag dat allemaal met mij te bespreken. Er komt nog een reactie van de OVV zelf. Er komt nog een rapport van 270, wat ook nog niet klaar is. Onze eigen appreciatie bij het NLR-rapport komt nog. Dus de Kamer moet zich niet onder druk gezet voelen. Het is juist het tegenovergestelde. Ik heb gedacht, als ik het niet meteen stuur, dan zou ik het verwijt krijgen van, goh, de minister houdt iets onder de pet wat al klaar is. Dus alles wat klaar is, gaat richting de Kamer. En de Kamer bepaalt zelf het moment waarop ze mij daarover gaan bevragen. Dan uw vraag over de routes. Dit toont maar aan hoe belangrijk het is dat je een goed participatieproces hebt. Dat je goede toegang hebt voor bewoners om en deskundigen om met ideeën te komen. Want hoe deskundig LVNL ook is, iedereen denkt natuurlijk, en zeker vliegers, dat heb ik ook wel begrepen, je gaat natuurlijk het liefst in een rechte lijn van A naar B. Dat is het meest efficiënt. Maar die precieze belangen van hoe dat op de grond, zeg maar, hè, ervaren wordt, daar heb je toch echt de mensen uit het gebied zelf voor nodig om die belangen ook goed af te wegen. En dan is het bij ons de kunst om, als je al die belangen bij elkaar hebt, zoals ik ook in mijn inleiding heb aangegeven, de behoefte om te vliegen, het belang van Schiphol, het feit dat we een overloop nodig hebben, dat met zo min mogelijk hinder voor, ik zie nu een boze wethouder kijken, uiteraard ook de belangen van Lelystad en de provincie Flevoland qua werkgelegenheid, qua economie. Al die belangen samen, die probeer je af te wegen. En ik denk dat het dus laat zien dat door iedereen goed erbij te betrekken, dat je gewoon een beter besluit krijgt. En ik denk dat ook, dat is precies de reden waarom ik zorgvuldigheid voorrang geef boven snelheid. Olof, in Flevoland
dat we natuurlijk niet blij mee. Kunt u garanderen dat het vliegveld per 2020 of 2020 wel open gaat? En die van werken is niet. Dan zeg ik ook weer, zorgvuldigheid gaat voor. En er zijn een paar dingen die ik niet 100% in de hand heb. We gaan nu het voorleggen vol vertrouwen. Want we hebben nogmaals 3 bureaus, de bewonerscommissie. Iedereen heeft er naar gekeken. Dus ik ga vol vertrouwen dit stuk aan de onafhankelijke commissie voor de MER voorleggen. Maar ze zijn onafhankelijk, dus dat moeten we afwachten. Mochten zij onverhoopt toch tot een ander oordeel komen, hebben we een andere situatie. Geen enkele aanleiding om dat te denken. Maar er zijn natuurlijk een aantal stappen in het proces die je niet helemaal duidelijk hebt. Kijk, 2020 lijkt realistisch, want als u de Kamerbrief leest, dan zult u zien dat als we daar de 3 werksporen van de dingen die we nog moeten doen naast elkaar leggen, dat we dan ergens tussen het voorjaar 2019 en het najaar 2019 alles afgerond moeten hebben. Nou, dat betekent dat je dus 2020 aan de gang kunt. Die gaan we vandaag meteen met de Kamerbrief, zeg maar, gaan de stukken ook naar de commissie mee. Ja. Richard Schuurman, Omroep Flevoland. Wat is de grootste beer op de weg in het traject naar 2020? Waarom komt u niet vandaag naar 2019? Welke factor is daar de belangrijkste? Nou ja, de grootste beer, dat klinkt misschien gek, want dat is net alsof het iets negatiefs is. Maar ik denk dat wat het meeste tijd kost, is gewoon die zorgvuldigheid. Het feit dat je iedereen erbij wil betrekken, zoals we het in de afgelopen tijd ook hebben gedaan. Dat je bijvoorbeeld niet, kijk, je zou kunnen zeggen van ja, we gaan die inspraakprocedures allemaal inkorten. En met stoom en kokend water alles proberen erdoor te drukken. Dat doen we niet. Dus die zorgvuldigheid zorgt ervoor, dat het langer duurt. Maar aan de andere kant, we hebben net gezien, je krijgt er ook wel een beter resultaat voor. En daar ga ik toch voor. Biel Medius van de Volkskrant. En 2020, is dat 1 april 2020? Of kan dat nog later? Nou ja, in de luchtvaartwereld werkt het met seizoenen van halve jaren. Dus dat zou heel goed natuurlijk dat kunnen worden. Maar ja. Het zou ook dus een half jaar later kunnen zijn. Dat is nog steeds. Nou ja, de collega achter u vroeg net naar beren op de weg. Ik verwacht dus, hè, we hebben echt geprobeerd een zo realistische mogelijke planning te maken. Dat we dan ergens, kijk, ik ga bijvoorbeeld niet over de agendering in de Tweede Kamer. Hè, dus ja, dat kunnen wij wel denken van, ik hoop dat als het binnenkomt dat ze het meteen doen. Maar u weet allemaal, er spelen meer dingen soms. En soms duurt het een maand voordat ze een debat. Dat zijn allemaal dingen die je niet in de hand hebt. Dus daarom hebben we gezegd, van, nou, tussen het voorjaar 19 en het najaar 19 moeten we alles afgerond kunnen hebben. Dus, en dan leidt dat ertoe dat je in 2020 gewoon aan de gang kunt. Dat ligt op 1 april. Nou ja, dat is de start van het luchtvaartseizoen. Normaal gesproken voor mij is die datum niet heilig. Als het klaar is, is het klaar. Dan zullen we dat aan Lelystad uiteraard laten weten. Ja, en de bedoeling was om in stapjes te groeien naar 2023. Klopt. Dat Lelystad nu later ook gaat betekenen dat we meteen beginnen met een hoger aantal vluchten. Of gaan we langzaam groeien? Het ingroeipad is gewijzigd, want we hebben nu dan natuurlijk ook maar 3 jaar waar het in gaat plaatsvinden. Kunt u ook in de brief lezen. We gaan nu uit van een ingroeipad van 4, 7, 10. Waarbij 10 dus de grens is, hè, dan wordt niet meer dan 10. Dan moet het eerst het luchtruim heringedeeld zijn. Dus de tijdelijke routes waar we nu over spreken gaat over 3 jaar. Zal ik zo'n bakken teruggaan? Ja, betreurt u het eigenlijk dat de Lelystad ergens weer later overgaat? Ja. Want het geeft wel duidelijk aan dat Schiphol, dat hebben we ook met elkaar kunnen constateren, zit echt tegen de grens aan. Dus je wilt graag dat probleem snel opgelost kan worden. Maar nogmaals, zorgvuldigheid gaat voor alles. Dus in die zin heb ik er bewust voor gekozen om niet met stoom en kokend water alles door te gaan drukken. Maar echt het proces te volgen. Nou ja, en dan heeft dat dit als consequentie. Bij het proces wordt ook teruggekijken. Zegt u dan ook achteraf van het ministerie heeft onzorgvuldig gewerkt? Nou ja, we kunnen achteraf niet anders dan constateren dat, en dat heeft het ministerie ook al in talloze brieven eerder aangegeven, dat wij het met z'n allen op het ministerie betreuren dat bewoners daar niet eerder bij betrokken zijn geweest. We hadden dat met z'n allen beter moeten inschatten. En daarom zeggen we ook dat we het nu anders gaan doen in de toekomst.
En hetzelfde geldt voor de fouten. Natuurlijk hebben we ook al eerder aangegeven dat we die betreuren dat er fouten zijn gemaakt. Vandaar dat we nu ook alles uit de kast hebben gehaald. Om, nou ja, nogmaals met 3 bureaus, bewonersdelegatie, alles check, dubbelcheck. Om te zeker te weten dat het nu echt goed is. Hoe kan het dat soort dingen misgaan? Is er dan een gebrek aan kennis op het gebied van luchtvaart binnen het ministerie? Want eigenlijk is het ook vrij duur grap als je ziet hoeveel miljoenen er zijn geïnvesteerd in Lelystad Airport. Belangen die er op het spel staan met Schiphol. Je hebt natuurlijk ook een afspraak met de omwonenden van Schiphol. Zeker. Alles akkoord was één en ondeelbaar. Dus hoe ziet u dat in dat licht? Moet er daarnaar worden gekeken hoe je binnen de eigen organisatie de zaken beter kunt worden? Nou, ik heb al eerder ook in brieven aan de Kamer laten weten dat we gezien de grote uitdagingen waar we nu voor staan met een herindeling van het luchtruim, hè, waarbij we het gehele Nederlandse luchtruim bekijken en niet alleen dit stuk. Het is ook goed om dat te beseffen samen met de collega's van Defensie. Daar moet je dus ook mijn collega's bij betrekken in Duitsland en België. Vooral, hè, nou, dat gaat heel veel tijd kosten, een hele grote operatie, daar hebben we dus echt meer menskracht voor nodig. Daarnaast gaan we ook het hele luchtvaartbeleid tegen het licht houden. Er komt een nieuwe luchtvaartnota 2020-2040. Dat alles bij elkaar en het feit dat we een uitgebreider proces van participatie op gaan zetten, heeft het nodig gemaakt dat we ook de formatie aanzienlijk gaan uitbreiden. En dat heb ik ook al eerder gemeld. Er komen tussen de 15 en de 20 FTE bij. Dus we krijgen ook echt veel meer slagkracht. En als je zegt van ja, die fouten, natuurlijk zijn er altijd gewoon menselijke fouten. We hebben ook aangegeven de fouten van de stuwkracht bijvoorbeeld, van de vliegtuigen in de mer. Ja, dat is gewoon terug te voeren dat iemand een verkeerd getalletje net toevallig invoert. Het is alleen dat hebben we nu dus gezekerd. Dat je daarvoor zorgt dat nog een keer gecheckt wordt. Dat, maar ja, overal waar mensen werken worden ook fouten gemaakt helaas. Kalle Joost, de Elsevier. Hoe heeft u de politieke druk ervaren in dit dossier? En dat doe ik niet van de oppositiepartij GroenLinks of zo, maar van coalitiepartners CDA en ChristenUnie om dit besluit nu te nemen. Voor 21 maart. Niet anders dan wat ik altijd gewend ben in de politiek. Iedere partij gaat voor zijn eigen aandachtspunten, zeg maar. Maar ik heb steeds begrip ervaren van alle coalitiepartners voor mijn keus om zorgvuldigheid voorop te stellen. Ik heb daar geen klachten over gehad. Doei, jongens, financiële dagblad. Bent u niet bang voor de schade die het oplevert aan de Nederlandse luchtvaart? Zijn er wel in Frankfurt blij met Dat is precies wat je in die afweging van belangen ook meeweegt. Hè? Want je wilt natuurlijk graag zo snel mogelijk de problemen oplossen. Je wilt met tegemoetkomen aan het feit dat Nederlanders ook meer behoefte hebben aan vliegen. Maar nogmaals, als je dingen verkeerd doet, dan ben je alleen maar verder van huis. Dat heeft het ook wel laten zien, het proces met de fouten in de mer. Kijk, dan denk je snel te zijn en dan krijg je uiteindelijk het keihard in je gezicht terug. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om echt die zorgvuldigheid. En dan gaan we gewoon, er wordt echt niet achterover geleund op het ministerie. Dat kan ik u verzekeren. Er wordt echt snoeihard gewerkt om alles ook op tijd af te hebben. En daar gaan we gewoon mee door. Maar nogmaals, je moet wel de zorgvuldigheid in acht nemen. En dat betekent al die stapjes wel keurig na elkaar zetten. Jan Hinop, Agence France-Presse, mevrouw minister. Hoe belangrijke rol zullen Lelystad spelen in de verbetering van de luchtvaart bedienen? Niet slechts in Nederland, je weet over Nederlanders die vliegen, maar ook in de rest van Europa. Je kunt nog een beetje uitbreiden over dat rol dat Lelystad zullen spelen. Nou ja, Lelystad is bedoeld als overloopluchthaven voor Schiphol. Dat is ons selectiviteitsbeleid. Dus als Lelystad full swing aan de gang gaat en kan zorgen voor het vrijkomen van de piekuren, dat daar de vakantievluchten zeg maar niet meer vanaf Schiphol worden gevlogen, dat die zelfde slots gebruikt kunnen worden voor het intercontinentale verkeer, dan heeft heel de wereld daar zeg maar voordeel van, ja. Want wij zijn natuurlijk een hele belangrijke hub, hè? Dus al die transferpassagiers, die, dat is weer belangrijk voor ons vestigingsklimaat, hè? Want mensen komen met hun bedrijven hier, juist omdat je al die goede verbindingen hebt, daar is dit een belangrijke stap voor. Ja,
lees dat het bedoeld is overslag luchthaven voor Schiphol. Overloop, niet overslag. Overloop luchthaven tot 2020. 2020, de luchthaven gaat nu open in 2020. Daarna kan er alweer gesproken worden over meer groei op Schiphol. U bent ook onderdeel van het groenste kabinet ooit. Waarom is Lelystad eigenlijk nog nodig? Nou ja, eerdere analyses zijn al uitgegaan van echt een veel hoger bedrag of hoger aantal dan die 500.000 vluchten waar Nederland behoefte aan heeft. En er is natuurlijk ook nog een deel van de vluchten op andere luchthavens. Maar er is ook aangegeven dat op Schiphol wil je groeien met dat intercontinentale verkeer. En dan zit je dus met de zogenaamde vakantievluchten, waar Nederland ook behoefte aan heeft, die je ergens kwijt moet. En doordat dat op Lelystad kan, creëer je op Schiphol de ruimte voor dat mainport gebonden verkeer. Is dat een logische doelstelling voor het zelfbenoemde groenste kabinet ooit? Nou ja, dat is een doelstelling die al heel lang bestaat. En we willen als Nederland actief in de wereld blijven participeren. Dus het belang van Schiphol voor onze economie, voor ons vestigingsklimaat is levensgroot. En daarnaast zijn we natuurlijk heel erg actief bezig om te kijken. We hebben een onderzoek lopen, wat kunnen we doen? Kun je zeg maar stillere vliegtuigen bevoordelen of lawaaierige juist belasten? We zijn in het Europese ook aan de gang om in het kader van het klimaatbeleid, CO2-doelstellingen, ook een gezamenlijk Europees beleid verder vorm te geven. En als dat allemaal niet lukt, als we niet succesvol zijn bij de Brusselse collega's, dan staat er ook een vliegtaks in ons akkoord opgeschreven. Dus we zitten ook wel degelijk aan de andere kant de sector achter de broek om schoner, efficiënter, stiller te worden. En gelukkig zie je daar ook goede ontwikkelingen met hybride en elektrisch en biokerosine, noem het allemaal op. Daar wordt ook echt wel van alles aan gedaan. Vliegtuigen worden ook echt stiller. Dus die ontwikkeling zullen we zeker ook blijven stimuleren. We gaan toe naar een afronding. Ja, laatste vraag. Ik sprak met de wethouder van Lelystad ook. Die zei in gesprek met mij dat hij, als er zo vaak uitstel komt, dat hij dan ook op een gegeven moment misschien wel voor afstel vreest. De tegenstanders van Lelystad, die mikken daar eigenlijk ook op. Vrees u daar ooit voor? Nee, nee. We hebben heel duidelijk in het regeerakkoord staan dat wij het selectiviteitsbeleid inhoud willen geven en willen verbeteren. Dat kan alleen maar met Lelystad Airport, dus dat gaan we ook doen. Allerlaatste vraag, Paul. Ja, 2 weken geleden ontstond er aan de richting NRC veel ophef over het maximaal aantal vliegbewegingen. Ja. Was het nou wel of niet 10.000 in eerste instantie, of 45.000 op termijn? U gaf net aan, dat gaan we vastleggen. Ja. En waar vooral gaat u dat vastleggen? Dat wordt vastgelegd in het luchthavenbesluit. Normaal gesproken leg je alleen de gebruiksruimte vast en handhaaf je ook op het geluid, zeg maar. Maar juist om alle commotie die er is ontstaan weg te nemen, we zijn altijd uitgegaan van 45.000 vliegbewegingen. Dat is ook realistisch gezien de soort vliegtuigen die er gaan komen. Heb ik gedacht van, nou ja, waarom leggen we het dan ook niet gewoon vast? Dus dat gaan we expliciet vastleggen, dat het ook om 45.000 vliegbewegingen gaat. Dus dat is uitzonderlijk voor dit luchthavenbesluit, dat we het hier ook expliciet in op gaan nemen. Dank u wel. Hiermee is het plenaire deel van deze bijeenkomst gedaan. Dus op ruimte voor deze denk ik. Ja. De andere is al wat uit. Ja.